was onlangs op de jaarvergadering van Koninklijke BLN Schuttevaren, afdeling Noord-Holland. Is daar nog iets ter sprake gekomen over Amsterdam? Ja, wat me opviel, het schijnt dat in Amsterdam de kleine schepen, die grote schepen zijn, omdat ze meerdere passagiers vervoeren als 12, dat die geen gele ruit hoeven te voeren. En die schepen varen ook van het Oosterdok naar het Westerdok, over groot vaarwater achter het Centraal Station Langest, bij de Ponten Langest. En toen werd er denk ik geopperd van, joh, die kleine schepen die dus groot zijn, zouden eigenlijk geen voorrang moeten hebben op de ponten. Want het is natuurlijk wel, het zijn er heel veel die dat rondje maken. En die ponten, ja, dat is best van, joh, wat is groot en wat is klein. Dus ze zijn gewoon niet herkenbaar. Maar voor mijn idee moeten die schepen ook voor de overige vaart herkenbaar zijn als grote schepen. Je kunt er niet vanuit gaan, joh, ik zie een klein bootje, dan gaan wij er vanuit, dan is het een klein schip. Terwijl het best een groot schip kan zijn als die meer dan 12 passagiers vervoert. Dus het is raar dat er, als er niet gehandhaafd zou worden in Amsterdam op die gele ruit, en ze varen wel tussen alle overige vaart door op de hoofdvaarweg. Het lijkt mij dat het heel makkelijk dat er gewoon dat die schepjes een gele ruit moeten voeren. Dat is in BPR ook zo geregeld uiteindelijk. En het BPR geldt toch overal hier in Nederland als het geen RPR-water is. Dus ook in Amsterdam? Dus ook in Amsterdam volgens mij, ja.